Welkom allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar de Far Cry Primal serie. Vandaag gaan we verder. De vorige keer zijn we geëindigd met de gekke droom die we daar hebben gedaan. En we werden toen weer naar Syla gestuurd. Wow, bijna tegen die rots aangelopen. En die lijkt hier beneden te staan. We kunnen hier even het een en ander oppakken, mocht het zijn dat we het nodig hebben. Even kijken hier aan de waslijn. Volgens mij is dat gewoon wat vlees dat daar een beetje inderdaad uitgehangen wordt. En ik weet nog ineens of we dan wel hetgene hebben opgepakt wat we wilden oppakken. We kunnen ook met die mensen praten. Dat kan blijkbaar niet, maar we zullen maar naar Syla gaan. Die staat hier namelijk op onze wachten. Hier gaan we. Takar, winja wantar, shaskau himshalla, masi waichai hatra wana, palhu sashwalim huhaya, ukauhi waida, tu sasaki. Oké, dus we hebben een nieuwe opdracht. We kunnen meteen even kijken waar die is. We hebben hier nog wat punten die we kunnen zoeken. Dus dat kunnen we sowieso doen. En blijkbaar is die helemaal hierboven. Dus dat is echt een heel end. Ik stel voor om het volgende te doen. We moeten dus er eigenlijk voor gaan kiezen om naar een van deze gasten te gaan. En ja, we kunnen het gewoon tegen de klok eigenlijk in gaan afwerken. Dit is ook het eerste gebied wat ik een beetje zie. En dit is ook wel misschien interessant om over te gaan nemen. Dan kunnen we een stukje makkelijker vastreffelen. Dus ik stel voor om hier eerst langs te gaan. Dan naar deze en dan naar die. En dan zullen we kijken hoe ver we in deze aflevering gaan komen. Het zal weer even een stukje lopen zijn. Dan kom ik bij jullie terug als ik er ben. Oké, we hebben hier een nieuwe plek ontdekt en als we zo te zien, we zijn nu hier bij het andere vraagteken. Zoals ik al zei, ik probeer nu even zoveel mogelijk goede filmmateriaal te laten zien. Maar we hebben dus hier te maken met een aantal gegijzelden, lijkt het. En twee vijanden, zo het er nu uitziet. Dus dat moet denk ik wel lukken om die uit te gaan schakelen. We zullen wel ietsje dichterbij gaan, want dit is misschien wel een hele grote afstand en we worden wel meteen gezien. Dus daarmee moeten we wel een beetje oppassen. Laten we even een klein stukje omlopen. Hier zijn ook nog wat gasten trouwens. Ja, die kunnen ook wel even uitschakelen. We kunnen ze ook gewoon negeren als we willen. Laten we ons nu even op deze quest focussen. We gaan hier via de zijkant en we proberen ja, natuurlijk gewoon vanuit die stealth ze te killen. Want we hebben wel echt gemerkt dat dat tot nu toe het beste werkt. Wow, wat? Ze hebben ons al gezien. Oké, time to go. Wow, ze komen echt van alle kanten. Dat had ik ook weer niet verwacht. Dus laten we ze allemaal proberen te verslaan. Even kijken of we kunnen healen. Want ik ga bijna dood aan de gif die we hadden. Geen idee waar dat vandaan kwam. Hier is nog een boogschutter. Die is echt flink vervelend. Gelukkig die wel uit weten te schakelen. Wat hebben we nog meer? We hebben hier nog een paar gasten. Kan ik die vanuit hier raken? Ik denk het haast niet. Oké, dat is één. En hij wordt ondertussen gekild door die wolf. En ik kill die wolf ook nog. Oké, dat was echt totale chaos. Wat hebben we hier? Hier wordt iets in het wit aangegeven. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. En het is ook alweer weg. Dus misschien, ja, geen idee wat het eigenlijk was. Hier kunnen we nog iets oppakken in het water. Dat zullen we maar even doen, want dat geeft natuurlijk altijd X-points. Oh, wacht. Weg hier. Ik zag een krokodil. Oh, man. Oké, ik scheet hem echt in mijn broek voor dat beest. Check hem daar zitten dan. Als hij mij had aangevallen, jongen, dan was ik echt wel flink de pineut geweest. Oké, gelukkig geen andere krokodillen. Nu durf ik wel veilig het water in. Man, ik was echt... echt wel gewoon bang dat ik aangevallen zou gaan worden. Oké, we moeten daar ook nog even zoiets oppakken. Maar misschien eerst maar even naar boven voor even adem te halen. Want geen idee hoe lang ik onder water kan blijven. En kijk eens aan. Dat zochten we. Want dan krijg je gewoon 255 X-points. En dat is echt veel. En die skills upgraden binnen Far Cry is toch wel erg belangrijk. Nu kunnen we de Venja die we hebben bevrijd, kunnen we hier bovenop lopen? Jazeker. Oké, geen idee of die mammoeten mij zouden aanvallen zomaar, maar we kunnen hem in ieder geval bevrijden. Daar kwamen we eigenlijk helemaal voor. Dus dat is goed. Even hier de spullen oppakken. En dan zijn we helemaal goed
bezig. Oh, wacht, we geven hem wat eten. Nou, dat kan natuurlijk ook altijd, aangezien hij aardig wat damage op had gelopen. Ligt hier nog wat we kunnen oppakken? Want ik zie hier wel iets liggen, als het goed is. Kijken. Is dat het? Dan moeten we even misschien in vuur steken. Laten we dat even doen. Oh. Oké, dan hebben we aangestoken. Kunnen we dan hier doorheen? Juist. Kijk, dus nu kunnen we wel iets oppakken. Hopelijk komen we zelf niet in vuur te staan. Dat staan we al. Ondertussen. Laten we dat even een beetje uitdoen. Zo. Oké, pijl uit arm. Helemaal goed bezig. En dan is het alweer bijna tijd om te gaan. Hier hebben we nog wat spulletjes die we even kunnen oppakken. En dan gaan we eigenlijk gewoon naar de volgende plek toe. Wat is dat precies? We kunnen hier deze quest doen, maar dat is misschien voor later. Laten we eerst even deze rotspunt vreugdevuur claimen. Dan kunnen we gewoon altijd heel makkelijk fast travelen overal naartoe. Dus dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, daar zijn we weer. We zijn nu bijna bij die schuilplaats die we zojuist gaan ontdekken. Laten we eerst alles even vanaf bovenaf bekijken, zodat we onze strategie een beetje kunnen gaan uitstippelen. De vorige keer waren er helemaal geen vijanden, nu is er sowieso al eentje. 2 en 3. Wat is dit? Rots. Oké, dat is niet zo bijzonder. Volgens mij 3 in het totaal. Of ik moet iets over het hoofd hebben gezien, maar... Nee, zo te zien zijn het er 3. Dus dat moet wel gaan lukken. We kunnen natuurlijk weer stealth gaan proberen. Kijken hoe ver we daarmee kunnen komen. We hebben in ieder geval de locatie ontdekt. Dat is natuurlijk altijd goed. Hopelijk gaan we op wolf of op een gegeven moment wel een beetje ergens anders staan. Want die staat nu al erg in de weg. De vorige keer zagen ze me echt verrassend snel. Kijken of we dat nu op een bepaalde manier kunnen doen. Zodat dat niet gebeurt. We kunnen hier onze pijlen in de fik steken. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als we alvast op dat ding schieten. Nou, laten we eerst die vent killen. Dat is 1. Die was geen headshot. Die wel, gelukkig. Appatje. Oké, we hebben ze allemaal weten te killen. Dat gaat goed. Die pijlenboog. Ik weet niet, in Far Cry 4 was ik er niet zo'n hele grote fan van. Maar je moet er een beetje in het begin gewend aan raken. Maar het is toch wel erg fijn om mee te vechten. We hebben dus nu een nieuwe uitkijkpost. Als je dat zo kan noemen, een uitkijkpost. In het Nederlands volgens mij vertaald. En daar is heel fijn, want dan kunnen we altijd heel makkelijk naar vast treffelen. Dus dat is altijd prima, Jimme. We hebben ook weer 3 nieuwe dorpelingen erbij. Dus dat is ook weer goed. En we zullen hier even de spullen oppakken. Wat we zouden kunnen doen is dat we volgens mij gewoon deze voorraad helemaal leeg roepen. Want dit is wat we allemaal zouden kunnen gebruiken volgens mij. En dus je zou gewoon bijvoorbeeld zomaar iets van vlees kunnen pakken. Of is dit ook alles wat we hebben? Misschien is dit ook wel alles wat we hebben. Ik vind dit altijd... Oh, voorwerp overhevelen, inderdaad. Dus deze zouden we kunnen pakken. Eventueel, als we dat een keer nodig zouden hebben. Ik snap nog niet helemaal precies wat we daar telkens mee moeten doen. Maar dat moet wel goed komen. Hier kunnen we een stukje vlees pakken. Maar blijkbaar zit dat al aardig vol. We kunnen dan daarvoor in de plaats deze dingen even maken. En als ik het goed zag... Zag ik daarnet... Wow, wat gebeurt daar? Oké, zag ik hier daarnet ook iets? Dus daar kunnen we even een kijkje nemen. Wat hoor ik daar? Oh, dat is weer, ja. Maar ik weet niet, hij zegt de hele tijd dat we het kunnen temmen. Oh ja, hij gaat er nu wel op af. Oké. Kunnen we het nu temmen? Dat zou echt gaaf zijn. Hier gaan we. Wow, wat? Nee, hij was klaar met zijn eten. Wow, nee. Oké, wacht. Oh, hij komt er nog achterna. Time to go. Oh, ik word hard aangevallen. Oké. Ik wil hem eigenlijk nog wel even gaan proberen te temmen. Want dat is wel echt een zeldzaam beest.
Dus laten we nog even kijken of we hem kunnen vinden hier. Volgens mij is hij... Loopt hij hier, oké. Nou, we gaan het nog één keer proberen te doen. Kijken of het lukt. Want dat zou wel echt gaaf zijn. Oh, wat? Oké, hier gaan we dan. Yeah, oké, sick. We hebben een zeldzame zwarte leeuw gevonden. Oh, wacht. En er komen meteen een heleboel wolven aan. Dus laten we hier even weggaan. Laten we even kijken waar hij goed in is. Oh, het is wel spannend om die beesten te temmen, man. Oké, we hebben dus deze. Als we gaan kijken. Ja, deze is ook gewoon veel beter. Moet je kijken, zijn kracht gaat heel erg omhoog. Terwijl zijn snelheid en zijn stealth gewoon hetzelfde blijft. Volgens mij... Even kijken. Het is ook echt een van de sterkste beesten die we nu hebben geunlocked. Dus dat is wel echt gaaf. Dus de komende tijd is dit gewoon ons maatje. Sick, sick, sick. Oké, dus dat is fijn. We hebben er iemand bij. Wat wel een beetje lastig is, is dat het nu avond wordt. Dus ik ga even een klein stukje slapen. Zodat we totdat de zon weer opkomt. Op een gegeven moment zou je wel expres... s'avonds op jacht kunnen gaan naar dieren. Want dan lopen er veel betere dieren rond. Maar nu hebben we het al moeilijk zat overdag. En is het dus beter om altijd even overdag rond de wereld te gaan lopen. Oké, als het goed is, is ons maatje nog. Juist, die is er nog. We kunnen hem ook zelfs aaien als hij hierheen komt. Kijk eens, kunnen we niet meer nu niet meer aaien? We konden net toch wel aaien. Nee, helaas. Hij wil niet meer geaaid worden. Of nou ja, hier gaat hij. Kijk, oké. Dus we kunnen hem nog wel aaien. Joep. Hij is wel sick, oké. Ik ben helemaal blij met mijn beest. Maar wat we nu gaan doen is... Ik had eigenlijk verwacht dat we dit gebied hadden ontdekt. Dat lijkt echt niet zo te zijn. Maar we kunnen wel hier naartoe vast treffen. We gaan deze nu even aanvallen. Of aanvallen, die gaan we zelfs helpen. Dat is een soort van sidequest. En sidequests zijn altijd heel belangrijk om te doen. Om voldoende X-points te ontvangen. Oh my god, wat is dit? Daarmee wil ik niet mee te maken hebben. Dus we gaan even een klein stukje hier naar beneden. Daar rent ook een beer. Wat is dit voor plek? Holy crap. Oké, ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Wat loopt hier? Hop. Oké, headshot. Lekker dan. We lopen gewoon even doorheen. Want we willen gewoon naar die 130 meter verderop. Die sidequest. Ik weet niet of we hier naar boven kunnen lopen. Het ziet er namelijk zo nog niet naar uit. Dus we gaan gewoon nog een klein stukje door. Oké, we worden echt van alle kanten aangevallen. Juist. Die weer neergehaald. Even de pijl oppakken natuurlijk. Anders gaan we daar niet mee redden. We moeten toch binnenkort misschien wat meer met onze melee wapen gaan vechten. Aangezien dat toch gewoon net wat minder pijlen kost. Want die gaan er wel erg snel doorheen op deze manier. Oké, we komen nu toch echt wel in de buurt van onze plek. We worden ook bijna gezien. Maar ik probeer nu even zoveel mogelijk combat te ontlopen. En dan moet het hier zijn. Ja, oké, hier zitten we goed. Laten we eens even gaan spreken met hem. Kijken of we eerst nog even wat op kunnen pakken. Dit is blijkbaar gewoon een chill plek. Dus dat is helemaal goed. Wat hangt hier nog? Is het de moeite waard om dan uit de lucht te schieten? We kunnen maar op een manier achterkomen. Waar is het heen? Oh, hier. En dan gaan we dus deze quest beginnen. Chuan mi brashtar waikars, takar, pracham, uhai guar guana. Guarpati, suta pacham. Precies. Ik weet niet precies wat ze zijn, maar het zal goed zijn. Even kijken, waar moeten we naartoe? Twinjai mashatradaf.
Even kijken, wat? Ah, oké. Okay. Ik denk dat dit een quest is die we al hebben gedaan. Want we moeten hier gevangenen bij redden. Maar dat hebben we hier eigenlijk al gedaan. Dus ik denk dat dit een beetje... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje te laat is dat dit komt. We kunnen wel hier nog even gaan ontdekken. Dat is dan het laatste wat we vandaag gaan doen. Dus ik zal even hier naartoe lopen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, dit moeten jullie even zien. Dit is echt een super gaaf pad. Helemaal omhoog, bovenop deze rots. Dus ik dacht dat vinden jullie vast wel leuk om mee te maken. Echt zo mooi gedaan. Deze bogen zijn ook echt gaaf. Het is al een tijdje dat ik dit pad volg. Dat de hele tijd die bogen terugkomen. Ik ben hier op weg naar een soort van, ja... Een soort, ik denk een soort kloof met vervolgens een kampvuur. Wat we misschien kunnen gaan veroveren. Dus ik ben benieuwd wat we daar zullen aantreffen. Hier lijkt niks te zijn. Wat? Even kijken, waar gaat het pad nou heen? Oh no, hierboven. Oké, dus daar kunnen we gewoon nog niet naartoe, want dan moeten we de grappling hook hebben. Dat is een beetje jammer. Die hebben we nog niet vrijgespeeld. Dus we weten in ieder geval één ding zeker en dat is dat we deze weg niet op kunnen. Nou, dat is goed om te weten. Een beetje domper van het afsluiten van deze aflevering. De volgende keer gaan we in ieder geval verder met onze zoektocht. En we zullen toch echt een beetje een weg gaan banen. Richting bijvoorbeeld Haag. Om de Jaima-jager, als hij zo heet. Dus we kunnen hier naar vast treffen en gewoon dit stukje aflopen om uiteindelijk hierbij uit te komen. Ik wil jullie in ieder geval weer allemaal super erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Laat me natuurlijk weten wat jullie ervan vonden. En dan zie ik jullie allemaal graag volgende keer weer.